We hebben vingertips, als u die dingen kent. Ja, we gaan toch niet. SP gaat naar 14 en release van 1. Alle stembureaus zijn nu volop aan het tellen, zoals je ook hierachter kunt zien. Zodra ze klaar zijn met het tellen op partijniveau, dan bellen ze naar ons op. En dan gaan we de lijst invullen per stembureau, per partij, wat het aantal stemmen zijn. Dus dan weten we per stembureau hoeveel mensen er gestemd hebben. En dan weten we ook dan per stembureau de opkomstpercentage van dat stembureau. En als alle stembureaus zijn geweest, weten we dat van de hele gemeente. Dus de uitslag op partijniveau en de uitslag van de opkomstpercentage. En later gaan we nog gaan alle stembureaus verder met het tellen en dan gaan ze op kandidaatniveau nog verder tellen. En dat zijn uiteindelijk de gegevens, de officiële cijfers, waaruit komt welke mensen allemaal in de Tweede Kamer komen.